Oké, Danielle, kan je mij eens even door je proef praten? Hoe was het? Ja, ik heb gewoon echt wel super fijn gereden. Ik moet zeggen, deze freestyle heb ik nog niet zo heel lang. Deze is gemaakt door Stefan Buitenbos. Ik denk dat ik hem nu 4 of 5 keer heb gereden. Dus het is altijd toch een beetje aftasten van ja, waar kan de muziek nog wat sneller, wat langzamer, wat harder of wat zachter. Dat je echt de accenten erin probeert te verwerken. En hij is nu na Londen is hij aangepast. Want ik had zoiets van ja, ik kan toch nog wel wat fijner erop rijden en wat makkelijker erop wegrijden. Dus ze hebben eigenlijk nu aangepast. En ik moet zeggen, ik was nu in de kuur aan het rijden. Ik dacht ja, het klopt en het past. En hij voelde fijn aan. Hij is heel fit op het moment. Dus ja, ik was eigenlijk heel tevreden. Ja, en op het einde, die laatste lijn, had je dan het idee van oh, ik ga hier even monsterscore neerzetten? Nee, je hoopte natuurlijk wel, maar dat blijft toch altijd maar gewoon de beslissing van de jury. Ik bedoel, daar heb je natuurlijk altijd weinig invloed op, maar ik had wel het goede gevoel. Dus ik had natuurlijk wel stiekem al gehoopt toen ik die laatste lijn opreef van ja, dit zit goed vandaag. Ja, en dan klop je zomaar even jouw landgenote Adelinde. Ja, dat was niet helemaal verwacht natuurlijk, maar goed, ze heeft ook al heel veel gewonnen. Eigenlijk altijd. En ja, het is ook wel gewoon mooi als je gewoon voelt dat je zelf ook vooruit gaat en dat er verbeteringen zitten. En natuurlijk inderdaad een nieuwe kuur op muziek. Dus ik denk dat dat er gewoon ook echt wel progressie in zit. Die 8-jarige die je thuis hebt staan, kan je daar nog iets over vertellen? Ja, daar heb ik toevallig nu net mee de prijsuitreiking gereden. Die heeft al heel veel gewonnen in de lichte tour in Nederland. En we zijn ook indoorkampioen mee geworden. Zeg maar, dat zijn dan de KNS indoorkampioenschap, eigenlijk een soort Nederlands kampioenschap. Ja, die heeft al heel veel gewonnen, ook internationaal, nationaal. En dat is gewoon een super fijn paard, ook heel veel talent voor Piaf Passage. Ook afstammeling van Gibaldi, maar dat is een klein beetje toeval. Maar ik denk dat hij het wel heel goed op gaat pakken. En ik hoop uiteindelijk in de voetsporen van Ciro kan treden. Ik moet zeggen, het zit er wel inderdaad wel gelijkenissen in. Dat je zeg maar zegt van nou, misschien een beetje eigenwijs. Of echt wel doorzetten op bepaalde dingen. Dat ze een beetje eigenwijs kunnen zijn. Maar ook toch wel heel veel talent voor Piaf Passage. En heel veel tact en regelmaat. Alleen het voordeel van Bedari is dat hij net iets knapper is. Dus.